Welkom allemaal en welkom weer bij onze 7e workout van dit jaar alweer. Helaas moeten we nog steeds dit doen vanuit de gesloten club Hart voor Her in Vught. Maar we moeten met z'n allen nog even volhouden, want we kunnen wellicht al wat sneller ook. De online workout die blijven wij in ieder geval gewoon doen. Maar dat doen we natuurlijk veel liever met z'n allen hier, of in ieder geval maximaal 10 per ronde. Hè. Dat doen we veel liever hier in de club. Deze week hebben wij een nieuwe workout voor jullie voorbereid. Dit keer heeft Natasja hem voorbereid. En die doet hem op de voorgrond. Michel, die doet hem op de achtergrond. En die doet net even wat andere oefeningen voor. Het zijn 3 rondes die we elke keer herhalen. Het zijn 5 oefeningen. De eerste ronde zijn staande oefeningen. De tweede zijn wat meer matte oefeningen. En de derde ronde zijn weer staande oefeningen. Het zijn allerlei soorten oefeningen. Het zijn balansoefeningen, het zijn krachtoefeningetjes, hartslagverhogende oefeningen. Dus doe weer mee met ons. Natasja doet warming-up. Maak je klaar, neem de ruimte en dan gaan we beginnen. Oké, marcheer. Til die knieën. En we gaan naar de zij. Tik. Kom. Breng je hak naar je wil. Hop. En lift je knie voor. Oké, kruis hem voorlangs. Elleboog naar je knie. Heupen heen en weer. Kom. Breng de heupen voor en achter. Nog 4, 3, 2, en we draaien rond. Grote cirkels. Andere kant op. Oké, dan gaan we naar de aansluitpas. Komt ie. Draai je arm achterlangs, even vooruit, rechts, links. Nog 4, 3, 2, 1. Oké, heupen, heen en weer. Voor en achter. Dan draai je armen dadelijk naar voor. 2, en dan gaat die armen. Even in. 4, 3, 2, 1. Hop, neer. Hop, neer. Schouders op. En wacht. Hop. Oké, kijk over je schouder naar rechts. En zo. En wissel. En wissel. We gaan halve cirkel onderlangs. En wissel. Wissel. Laatste keer. Oké, marcheer. Til goed die knieën. Zet je voeten stevig op de grond. Oké, tik hem uit. Tik uit. Duw je arm weg. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Oké, draai het rond. En marcheer. Heel goed die knieën. We gaan even dribbelen. Ben je warm? Goed. Kom. Even de knieën omhoog. Even dat bloed nog even laten stromen. Zo hard als je kan. 4, 3, 2, 1. Schud even los. We gaan beginnen met de workout. Ga er klaar voor staan. Ja. We werken vandaag met de timer.
40 seconden met 10 seconden rust tussendoor. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. Zet je voeten stevig op de grond. Uit elkaar, voeten naar voren, armen zij. Oké, draaien. Handpalm om en om. Neem je torso mee. En dan gaat het natuurlijk een beetje op tempo. Hop. Goed voor de taille, goed voor de armen. Blijf je schouders naar beneden duwen. Rustig door. Draai die polsen. Kom op, hou op. Draai die handen. Blijf die armen lang voelen. Schouders gaan naar beneden. Oh, we zijn er bijna. Oké, zet je voeten bij elkaar. Handen, armen opzij. Til onze knie op. Daar gaan we. En hop, tik, 2, 3, 4. Nou gaat hij 8 keer op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laag. 1, 2, 3, 4. Hop, 8 keer op. 1, 2. Hou je rug heel lang. Je hoofd tegen het plafond. 5, 6, 7, 8. Meer. Hop. 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 Oké, goed zo. Voel je normaal een beetje in je armen? Denk goed. Draag je armen goed. Want we gaan nog een keer door. Kom op, been gaat voor. Val naar voor. Terug. En neer. Iets sneller. Hop. Voor. Hop. Neer. Zelfde been. Hop. Weer. Uit. Armen, draag die armen. Belangrijk. Zo werken we ook meteen tijdens onze workout aan de shape van onze armen. Hop. Val uit. Terug. Neer. Hop. Val uit. Hop. Weer. Goed zo. Gaan we naar de tweede positie terug. Voeten uit elkaar. Tenen naar buiten. Nek naar rechts. Knieën. Gaan altijd over je tenen. Armen zijn weer opzij. Daar gaat hij. Ja. 1, 2, 3. Hou laag. Gaat zij. Alsjeblieft uit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 2, 3, 4. Hou laag. 1, 2, 3. Duw die voeten in de grond. 6, 7, 8. Hop. 2, 3, 4. Hou laag. Oké. Schud je benen even los. Schud je armen los. We gaan opzij. Let op. Ga. Open. Open dicht. Zij. Open dicht. Hop. 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 We gaan. Zijwaarts. Twee keer open dicht. Bravo. Nog 5 seconden. Woehoe. Goed zo. We beginnen weer bij oefening 1. Voeten parallel. Armen zijwaarts. Handen om en om. Gaat ie. Kom op. Schouders naar beneden. Armen lang. Kom op. Draai die handpalmen. Die armen lang, dus die kom. Lange armen, lange rug, lange benen. Kom op. Hop. Goed zo. Ga je. 10 seconden. Lekker voor die taille ook. Kom op.
Raak het andere been natuurlijk. Als wat we net hebben. Ik had net alles rechts. Ik doe nu alles links. Kom maar staan. Hop. 2, 3, 4. Nou, lang in je rug. Kom op. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom. 1, 2, 3, 4. Duw die voeten grond in waar je op staat. En je hoofd tegen het plafond. Dat helpt. 5, 6, 7, 8. Neer. Hop. Neer. Hop. Neer. Hop. Neer. Hop. Goed zo. Zet die armen even los. Groei aan je schouders. Groei aan je schouders. Lekker hè? En je armen. Oké, armen gaan we lang. Dan gaan we andere benen voor. Hop. Val voor. Balans. Neer. Voor. Val. Hop. Neer. Hop. Voor. Hop. Neer. Hop. Hou die lengte in je lichaam. Zodat je rustig terug kan komen in je balans. En voel die armen weer lang. Hop. Kom op. Hop. Nog 10 seconden. Hop. Duw die schouders naar beneden. Goed zo, dames en heren. Oké, zet je benen. Tweede positie. Uitgedraaid. Ik doe 4 keer buigen. Dan een vliegtuig. Kom op. 2, 3, 4. Laat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 2. Zorg ervoor dat die knieën over je tenen gaan. Hop. 1, 4, 6. Woe. Oké, strek. Hop. 2, 3, 4. Goed, spin los. We gaan voor de verplaatsing naar rechts. Met 2 keer opening. Kom op, daar gaat ie. Yes. Open dicht. Woehoe. Durf te verplaatsen. Kom op. En werk met je armen. Ze gooien niet met je armen, maar je werkt met je armen. Hou die schouders altijd laag. En als je springt, zet je voeten goed op de grond en buig je knieën. Pak je matje erbij, want we gaan door naar de grond. We hebben de mat erbij gepakt. Let op Michelle voor de alternatieve oefeningen. Kom op, we gaan liggen. We beginnen over 5, 3. Met crunches. Doe die voeten de grond in. Kom op. Kom. Ah.
Kom op. Hop. Hop. Goed zo. We draaien op de handen en de knieën. Tegenovergestelde arm als been. Strek hem uit. We trekken hem in en uit. In. Uit. We gaan iets sneller. Uit. Dan probeer je bekken zo stil mogelijk te houden en zo min mogelijk te wiebelen. Kom op. In. Uit. Let hier goed op welke arm je nu voor hebt. Straks wisselen we natuurlijk naar de andere kant. Trek goed die navel in. Hou je rug heel lang. Oké. We gaan op onze buik voor onze rugspieren. Armen zijn lang. We komen omhoog. Armen en benen tegelijk. Daar gaat ie. Hop. En in. Hop. En in. Arm uit. En in. Uit. En in. Hou je lichaam even heel lang, hè. Zodat je niet gaat krampen in je rug. Maar hou het heel lang. Kijk voor de alternatieve oefeningen naar Michelle. Oké. Voor de laatste in de reeks van 5 gaan we in de plank. Denk aan je ellebogen onder je schouders. Benen ver weg. Deze houden we 40 seconden vast. Dat is wikkelen. Navel naar binnen. Lange rug. En lange lijn. Lijn. Tussen je kruin en je hakken. Adem rustig in en uit. Ook niet dat been omhoog gooien. Maar lang. Prik hem.
achter je in de muur. Goed zo. We gaan naar de rug. Maar we gaan dus op onze buik liggen. Laat me zijn lang voor. Of kijk naar de Michelle. Daar gaan we. Wow. Tel je hakken. 5, 6,
7, 8. Hop. 1. 2. 3. En nu hou hem laag. Hey. Til die hak op. Blijf laag, hè. Billen goed onder je. Hak. Maak hem even op. Okay. Schud los. We springen. 4 keer op de plek. 2 keer open. Oké, dus gaat. 1. Open dicht. 4 op de plek. Open dicht. Open plaats. Bounce, hè. Bounce, bounce. Als op een trampoline. Kom op. En ga door. Zet je hakken ook op de grond. Hop. We zijn er bijna. Maak hem af. Ja, klik daar ook weer van. Oké, gaan we weer. Voeten iets uit elkaar. Arme zij. Daar gaat hij. Draai. Duw die knieën naar buiten. En lang. Draai. Nog 4, 3, 2, 1. Hop. 3. En 4. Hou laag. En draai. Nog 4. Nog 3, nog 2, nog 1. En op. Hop. Kom op, hou vol. En draai. Duw die knieën naar buiten. Kom staan. Eén arm. Voor. We gaan opzij. Kom op, nog 1. Andere been als net. 3. 4. 8 keer op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hé, hou het hier lang, hè. 3, 4, 8 keer op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom op. Hop. 2, hou die armen lang. 4. En op. Oké. Voeten parallel. Andere been dan net. We gaan opzij. Weer die armen opzij. Maak ze lang. Dus uit. Val. Hop. Uit. Val. Hop. Uit. Val. Hop. En zorg ervoor dat je knie over je tenen gaat. Ook voor de alternatieve oefeningen. Kom op. Woehoe. Hou vol. Hop. Hou die rug lang. Joehoe. Oké, gaan we. Voeten weer naar buiten. We gaan 4 pliés maken. Daarna met de hakken. 1, 2, 3. 4, hou laag. Gaat ie. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Hop, hop. 2, 3. Hou die armen, kom op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. 2, 3. Hop, duw die hak op. Oké. Lekker je armen los. Ja. Lekker de voeten weer. We gaan springen. Kom op, laatste. Spring 4 keer. Open dicht. Goed.
goed die hakken op de grond als je springt, hè. En bounce. Als op de trampoline. Hop. Hop, havo. Ga liggen op de mat. Maak je eerst even lang. Rek je helemaal uit. En adem maar rustig in en uit. Oké. Dan trek je knieën naar je borst. En maak je even helemaal rond. Adem rustig door. En ontspan die rug. Wiebel een beetje. Heen en weer. Over je rug. Oké, nou zet één voet op de grond. Leg je hoofd lekker op de grond. En strek je andere been omhoog de lucht in. Flex je voet. Trek hem naar je toe. Voel goed de achterkant van je been. Hou je billen goed op de grond. Dus je rug is helemaal ontspannen. Dan leg je enkel op je knie. Binnendoor. En trek die knie naar je toe. Even die bilspier optrekken. Zet je voeten beide op de grond. Dan gaat je andere been omhoog. Flex die voet. Hou die rug op de grond en trek hem naar je toe. Voel de achterkant van je been. En hou die rug op de grond. Dus niet omhoog trekken. Maar hou die onderrug ook goed op de grond. Dat je echt de achterkant van je been voelt. Adem rustig in en uit. Dan leg je enkel op je knie. Pak je been vast dat op de grond staat. En trek het naar je toe. Even die bilspier. Voel je het nu niet zo erg? Doe dan met deze elleboog je knie naar opzij. Extra strekking. Oké. Zet je voeten weer op de grond en laat je knieën even naar buiten vallen. Hier ook adem rustig door en ontspan die knieën. Ontspan die binnenkant van je benen. Dan breng je knieën bij elkaar. Laat ze naar één kant vallen. Breng je armen naar de andere kant en draai mee met je hoofd. Ontspan je rug. Wissel andere kant. Kijk met je hoofd mee naar je armen. Even extra draai aan het geven. Terug in het midden. En we draaien naar onze zij, op onze handen en op onze knieën. We maken de rug even hol. En rond. Neem je hoofd mee. Hol. En hol. En hol. En hol.
breng hem terug in het midden. Strek één been naar achter. Zet de tenen op de grond aan. Nou, duw je hak naar achter. Dat voel je in je kuitspier. Niet te ver naar achteren zakken. Hou zoveel mogelijk voor. Hou je rug lang. Oké, wissel. Ander been. Krul die tenen onder je en duw dan je hak naar achter. Moet je echt goed in je kuitspieren voelen. En adem rustig door. Dan breng je knieën naast elkaar. Krul je tenen onder je. Loop met je handen naar je knieën. En duw jezelf op je voeten. Dan strek je benen omhoog. En blijf daar even hangen. Ontspan je hoofd. Ontspan je schouders. Buig je knieën een klein stukje. En rol op. Wervel voor wervel. Oké, zet je voeten iets uit elkaar. Breng je armen naar opzij. En omhoog. Adem uit. Doe nog één keer adem in. En adem uit. Dan schep je arm via zij omhoog. Over naar opzij. Raak die andere arm ver weg. Buig je knieën. Maak je cirkel af van beneden. En rol omhoog. Keer de andere kant, dus schep omhoog, overhoog, naar opzij. Hou even vast, buig je knieën, dan maak die cirkel af naar beneden, ontspan. En rol op. Zet je voet iets dichter bij elkaar, we gaan nog één keer in. En uit. Laatste keer in. En uit. Dankjewel dat jullie er weer bij waren. Ik geef nog even het woord aan Michelle. Die richt nog een woordje aan jullie. Top. Goed gewerkt. Tot de volgende keer. Deze hebben we mooi weer in de pocket. We hopen natuurlijk elke persconferentie dat we goed nieuws krijgen. Maar hou nog even vol met z'n allen. Probeer 2 à 3 keer in de week deze oefening te doen. Of volg onze winterchallenge. Wij zijn in ieder geval klaar om jullie weer in onze club te ontvangen. Coronaproof in onze vrouwenfitnessclub in Vught. Voor nu tot volgende week. En hou nog even vol met z'n allen.